De winterdepressie staat er voor de deur. Het is regenachtig, koud, guur weer. Het is verschrikkelijk, maar ik ben wel benieuwd. Heb jij daar ook last van? Vandaag hebben we het erover. Ja, nu het zegt eigenlijk. Ik heb ook periodes gehad dat ik uh, alleen weer in bed lag. Ja, eigenlijk niet. Ik denk dat de meeste mensen niet willen blijven liggen en in de, in de shit willen blijven zitten. 39 minuten, go. Yes, go. Ik heb voor jou een hele leuke vraag. Namelijk, waar zit je momenteel mee? Waar denk je de laatste tijd veel over na? De winter er weer aankomt. Ja. <laughs> ja. Dat was heftig, hè? Nou, dat denk ik daar veel over na. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Nou, ik denk, nou, ik denk wel over van, oh god, dan gaan we dadelijk weer januari in? Want op zich, ik vind december wel leuk. Mm -hmm. uh, tenminste, uh, over het algemeen vind ik het wel geinig. Dan gaan we het nog wel later over hebben. Maar ik, ik, ik er wel een klein beetje voor die periode erna, omdat er dan letterlijk niks is om naar uit te kijken tot aan april. Ja, heb ik niet ergens ooit begrepen dat dat de langste maanden van het jaar zijn. Ik weet niet of jij dat hebt begrepen, Meid. Ik dacht dat wij één brein deelden. Kun je even nee. nadenken nee. of je <laughs> dat ook voelt? Uh, ah. <laughs> maar goed, uh, ja, nee, de winter, ja, verschrikkelijk. Ik, uh, ik moet zeggen, als kind dat ik er nog zo last van als tiener ook niet echt. Maar de laatste jaren denk ik wel van, pff, en vooral als het dan zo heel veel regent, nu de afgelopen weken regent het superveel. Mm -hmm. Het is echt leuk, regen. Ja. Maar waar ik ook veel over nadenk, is uh, mijn gedachten over die, die negatief en proberen positief te draaien. Dus, mm. in dit opzicht, probeer ik ook te kijken van, maar wat is wel leuk? Ja. Al is het wel moeilijk met het weer, want het weer is <laughs> eigenlijk <echt> verschrikkelijk. <laughs> ja, het weer is een onderwerp waar eigenlijk iedereen over kan zeuren altijd, hè? want er is altijd wel weer wat. Ja, dan is het weer te warm, dan is het weer te koud. Ja. Al, al, we hebben echt een scheidszomer gehad en de nazomer was wel weer top op zich, want die was mm -hmm. lekker warm. Nu heb ik echt zoiets van, jeetje, die, 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 die. Zit die goed? Even in beeld. Ja, hij is nog steeds niet uit hoor, meid. Want ik moet nog steeds gedrukt worden. Maar niet uit, even in beeld. Nee, ja, ik denk, zeg het maar even. Kijk, dit zit helemaal niet in beeld volgens mij. Nee, het zit echt net <laughs> Gelukkig zitten er... zit je tepeltjes in beeld, toch? Nee, je zit hier helemaal niet zo heftig doorheen. Nee, dit is een, dit is Dikke een wat trui. dikkere trui. Ja. Maar goed, jij? Nou, ik ben er ook wel een beetje huiverig voor. Ja? ja. Heb jij wel last van een winterdepressie? Mm -hmm. Ja, sommige periodes, eigenlijk altijd wel. Die komen en gaan. Ja, vind je het gek? Soms duurt het een paar dagen. Vind je het gek als je zo, uh, als je zo uh, eruit ziet, meid? <laughs> ik weet niet. Nee, ik wilde iets zeggen, maar ik wist dat niet. Is echt lullig, ja, ja, dat is echt lullig. Ja. <laughs> Kun je die eruit halen, toch? Hoezo? Moet je nou er gewoon inlaten laten hoe onaardig jij bent? Ja, dat is gewoon hoe ik ben, toch? Ja, dat is wel waar. Ik kan er dat is ook is gewoon hoe jij bent. Ik kan, kan niet... Uh, kijk, ik, uh, van jou laat ik dingen erin. Van mezelf moet ik dan ik ook heb je, ik dingen Ik kan erin beeg, gek. Maar kan niet krabben, want ik heb een uh, maillot aan. Oh, wat erg. Hoezo? Nee, nee, niet doen. Nee, 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 dat kan echt niet. Dat ik heb van die splinternageltjes, dus dan krijg ik ja, gelijk ladders. Dat is ja, echt fijn. precies. voelt alsof ik een of andere vloei uh, op me heb of zo. Weet je wat het is met de winter? Uh, met de zomer denk ik, ah, oh, heerlijk, weet je wel, oh, lekker, kunnen we dingetjes dingetje doen. Blablabla. Maar de winter denk ik, uh, ik heb echt geen zin om iets te doen, want het mm -hmm. weer. Kijk, als alles mooi, is een onderneming dan, hè? Alles is een onderneming, vooral omdat het nat is. Ik weet nog vorig jaar, oké, okay, vorig jaar. Toen hadden we, rond deze tijd gingen we uh, social deals testen. Dat blijft gewoon oh, een ding ja. in mijn hoofd zitten. En dat ja. is denk hoe ik de winter zie, als zo, hoe ik me toen voelde... Dat was echt ellende. Dat heb ik dan een, uh, weken achter elkaar, omdat ik dan denk van, uh, dan is het donker s'avonds. Even eerder donker s'avonds, ochtends wordt het pas om half negen licht. überhaupt mag je al gewoon geluk spreken als er überhaupt licht is. Het is nu ook bewolkt, des fuck. Echt, uh, ja, heftig. Heftige ervaring was dat met die regen. Nou, je kan me ook gewoon niet kwaaier maken dat er regen staat, oké. Okay, maar dat dan ook nog eens wind staat, dus een paraplu geen effect meer heeft. We hebben afgelopen weekend gingen we. Uh, dingen ondernemen. Niet heel veel boeiende dingen, maar gewoon even naar de winkel. Of even dit, even dat, of zo. Heel de tijd paraplu bijen. Helemaal saai, dat nog steeds. Dan heb je in Nederland... Trouwens, dit is wel grappig, want we gaan het over winterdepressies hebben. En we wilden juist positief zijn. Ja, maar we gaan daarna met oplossingen komen. Komen oplossingen, echt ja. maar. Maar dan ga je naar de winkel. Dan, dan is het eigenlijk meer een herfstdepressie. Want het regent heel erg hard. Natte bladeren over Natte bladeren. Uh, en je glijdt overal uit. Met een scooter ga ik ook al vragen Maar die, die, die paraplu die je opdoet, die kan ook nog eens kapot waaien. Want ja, het waait ook nog eens. En hij is van de kruidvat. En maar vooral die donkere dagen. Ik denk dat ik een combinatie van, van guur weer, donker, uh, kort da dagen, maar licht. Ik snap heel goed dat mensen in de winterdepressie raken. Ja, ja. Het schijnt ook trouwens dat deze... Als dit online komt, deze tijd, het meest wordt gegoogeld naar Winterdepressie. Want ik denk dat dan de zomer echt voorbij is. De zomer is klaar. Mm -hmm. En het duurt nog even, ook al hebben we de kerstdagen nog even, totdat het weer mooi weer gaat ja. worden. Ja, 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 ja. Kerstdagen overleven we met z'n allen. Ik alle. heb wel begrepen inderdaad dat de meeste mensen het nog overleven met de kerstdagen. Ja. En de, want er zijn er nog veel dingen om naar uit te kijken. Ja. Ja, je hebt het natuurlijk helemaal erg zwaar als je het ook nog eens een hekel hebt aan de feestdagen. Oh, ja. Dat hebben wij gelukkig niet. Nou, heb ik dus wel een tijd gehad, maar dan gaan we het een andere keer over. Nou, ik vind het gezellig. Jij? Ja, helemaal leuk. Jij? Kerstboompje erbij, lichies. Waar is onze kerstboom nu al dan? Gaan we hier een kerstboom neerzetten. Nee, we hebben maar één kerstboom. En dan moeten we nog één kopen, maar. Moeten beknibbelen. Ding was het een beetje duur. Dat niet al? Ja, die heb ik met een campagne gekregen. Dus uh, dat, is, dat, is ja, dat was wel een, echt een dure kerstboom. Dat was gratis. Maar wel echt mooi. Dat is een mooie. Ik heb die andere twee heb ik gratis op Marktplaats gezet. Gratis. Nou, ik heb één gratis op marktplaats gezet. Er zijn altijd wel gratis op marktplaats personen. Ik gooi ook al het meest gratis op marktplaats. Ja, omdat ik er, als ik ergens van af wil, dan wil ik er ook snel van af. En dan denk ik, ja, ik kan het of naar de kringloop brengen. Of ik kan het gratis op marktplaats zetten. Ja, ik kan er misschien met veel moeite nog een tientje voor krijgen. Ja, tientje. Ja, maar dan denk je, ja, waar doe je het dan voor? Precies. Ja. Niet uh, klein, niet... Eerst is het grote niet weer. Nee, maar ik vind het fijn dat mensen dan heel snel ja, komen. Vind ik ook hoor. En ik vind het ook fijn dat je gewoon iets kan weggeven aan mensen. Je yeah. hoeft niet overal geld voor te hebben. Maar goed, terug naar business. Winterdepressie. Back to heb je daar vroeger last van gehad? Ja, zeker. Ja, echt. En, ja. en hoe, hoe uiten ze zich dat? En, en, ja, sommige periodes. Dat je even denkt. ja. Heb Was er er jij altijd in. in de winter? Nou, eigenlijk ja. ja want in de zomer word je toch bezig bezighouden. Ja. Je krijgt genoeg vitamine D binnen. Je voelt je gewoon vrolijker. Um, ja, je hebt, je hebt natuurlijk veel meer mogelijkheden in de zomer om gewoon even erger... Al is, al is het een rondje lopen in het bos, dat is gewoon heerlijk. Ja, dat is wel echt waar, ja. En wanneer is dat lekker in de winter? Ja, als het niet regent, als het niet heel koud is en geen wind staat. Wat vind je erger? Vind je regen erger of kou? Ik regen. kies liever kou dan regen. Ja. Want kou kan je nog tegen kleden, mm -hmm. maar als het gewoon, weet je wel... Zoals nu, kijk dan. Ja, dit is echt verschrikkelijk. Echt dit is Echt depressing. Maar als je in de, in, de, in de winter zit en het is strak blauwe hemel, zonnetje, dan, dan voelt het leven al zoveel chiller. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Dus uh, dat is wel echt uh, iets wat ik uh, vroeger vaak heb ervaren. Mm -hmm. En tegenwoordig ook wel, maar ik weet wel beter hoe en wat, wat ik ja, ermee en kan doen. je hebt natuurlijk een gezellige vent naast je. En een hele gezellige vent waar het ook thuis gewoon gezellig mee is. Ja. En anders had ik in mijn eentje. Kleine vreekje naast je op de bank. Ja, een huisdier maakt het ook echt gezellig. Kerstboompje op. Geen hond, want dan moet je hem uitlaten. Laat je de kerstboom nog in januari even doorstaan. Nee, ik zet hem als voor de kerst. Wil ik hem huis uit hebben, dan ben ik klaar. Voor de mee. kerst? Ja, net na de kerst. Nee, we hebben hem voor de kerst eruit gewerkt. Oh, en we waren we... zat. Hadden we, de, hadden we hem op? de dag? Nee, we hebben hem op de tweede kerstdag hebben we hem uit elkaar gehaald. Toen jou, toen, oh, ja, toen je tweede kerstdag Oh kerstdag, ja. Gelijk dat hem mag we wel. Dat vind ik wel goed, hè. Maar ja. ik heb nu wel weer zin om hem op te zetten. Ja, het is wel leuk, toch? Ja. Ik maar moet, jij? Ja, dat wilde ik net in Oké, oké. Ik moet zeggen, dus dat ik er vroeger niet zo last van had, dat ik nu de laatste jaren wel, na nou, de laatste. Tien jaar dat ik wel de uitzichtloosheid vaker voel... en dat ik wel denk, jezus, gaan we weer vandaag? Uh, en dat alles ook zo repeterend lijkt. En je kan, weet je wat, je kan wel ergens leuk... Maar dat is meer de sleur van het leven, denk ik, waar je het nu nee, over ja, Nee, maar dat voelt in de winter wel echt extreem. Ja. In de zomer kan je nog even denken... Joh. Lopen even gaaf scootertje op. Ik denk dat bij ons ook wel een probleem, een probleem dus aangesnijders, uh, is dat wij het gevoel hebben dat we meer opgesloten zitten, omdat we bijvoorbeeld alles met OV moeten doen. Mm -hmm. OV is vervelend met met, nou met de zomer vind ik het niet zo erg, maar in, in de winter met met al die uh, dampende mensen om je heen. Uh, dampende mensen? Ja, al dat ademen <laughs> zo weer op die... Uh, zijn ze dan van... wel solid of gewoon puur damp? Ze zijn puur damp. Oké. Okay. Uh, en, en, en dan wil je ergens heen en dan ga je, en dan moet je nog met paraplu gaan lopen, want de regen... Ja, en dan worden je, je altijd je en... broekspijpen helemaal zeiknat aan de onderkant, want daar beschermt de paraplu gewoon niet tegen. Alles je moet bij. moet in een groot regenpak gaan lopen. Alles bij elkaar, de kou, de regen, de, de, de somberheid van het licht, uh, elke ochtend wakker worden uh, in donker en en uh, uh, als je klaar bent met werken, weer met donker naar huis. Ja. Ik vind het verschrikkelijk. Het is gewoon geen aanrader. Ik zou tegen iedereen zeggen: slaat over. Als het kan. Ja, een grote winterslaap. Oh, dat lijkt me zo lekker, hè? Zou nee, jij lijkt... in de winterslaap nee, je zitten? Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat iedereen in de winterslaap Gad, gaat. Ga even tussen jou en mij. Ja. Wat zeg ik nou elke keer als jij zegt 's avonds''' de beste tijd van de dag? Nee, beste moment van de beste dag. Beste moment van de dag. Wat zeg ik dan? Slechtste moment van de precies. dag, precies. Ik hou niet van slapen. Ik vind dat zo bizar. Onproductief. als ik dan in mijn bedje in kruip en vooral wanneer mijn bed net verschoond is, dan voel ik echt zo'n beetje geluksmomentje. Denk, oh ja, ik mag weer <laughs> slapen. Ja, ik heb gewoon meer dat ik denk, je, je kan er ook wel andere dingen gaan doen. Maar goed, de laatste maanden ben ik slaap wel meer gaan waarderen als het lukt. Ja, maar ja. goed. Daar moet je gewoon vanuit gaan dat het lukt. Natuurlijk. Wat, wat, is, wat is een winterdepressie? Wat is dat? Hoe ziet dat eruit? Ja, je dat? Uh, schat, ben ik een expert of nee, 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 maar wat, hoe zou je dat definiëren? Is dat alles wat ik net ik heb opgezocht? Sommige periodes, uh, wanneer de donkere dagen eraan komen, dat dat wel een goede definitie is, inderdaad. Ja, dus dan is het wel seizoensgebonden, dus dat je het hebt. En ik denk dat je net. Ja. Dat heel veel mensen. het begint net voor de kerst, want dan heb je al het druk en zo. Mm -hmm. Daar kan je ook best wel de pres van raken. Ja. En alle dingen die moeten en zo. En dan heb je daarna nog een heel lang. Tot aan februari, maart. Vergeet uh, ook niet uh, alle financiële iets. verplichtingen. Financiële ik vind het zo'n dure maand. Ja, want hoe, dat, heb je daar ook moeite mee gehad voor vroeger? Uh, of nu nog? Ja, want het is... Kijk, ik, uh, ik ben zelf jarig in december. En ja. uh, ik weet dat het dat altijd wel lastig is. Omdat de meeste mensen hun geld liever gaan kerst uitgeven. Dan aan mei. Dus je bent echt gewoon de shaak. Ja, maar het maakt niet uit. Uh, want uh, tegenwoordig vier ik het ook niet echt meer, toch? Vier je het daarvoor wel, trouwens? Ja, als kind wel toch. Dat vond ik wel leuk om oh, cadeautjes ja, okay, te krijgen ja, 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 ja. en zo. Maar um, uh, het is gewoon best wel een prijzige maand. Vooral wanneer je um, ja, gaat eten met familie. Maar het is natuurlijk wel zo als je elke, elke maand je budget een soort van uh, daartegen aanloopt. Omdat je hoge kosten hebt, alles is duurder mm. geworden en zo. Dan kan ik me wel voorstellen dat het financiële aspect daarbij wel extra demotiverend werkt. En zeker ja. inderdaad, dat het ook nog eens guur is. En je hebt inderdaad. Dure maanden, je gaat ook meer stoken, dat kost al meer ja, geld. Het is allemaal, zeker. alles op elkaar is best wel prijzig. Dus je kan gaat me meer douchen, meer warmer douchen. Douche. Ik, heb, ik kan me goed voorstellen dat men daardoor ook nog een extra ja, zetje krijgt zorgen. van fuck. Ja. Hebben we dat ook nog? En dan mm -hmm. dat je nog dieper erin gaat. Ja, zeker. Maar nu zijn wij natuurlijk met de oplossing, denk ik. Nou... Ik, ik denk dat het uh, vooral heel belangrijk is om jezelf eraan te gaan herinneren dat dit een heel veel voorkomend iets is. Ja. Dat het echt gebeurt wanneer wij gewoon minder zonlicht en uh, überhaupt minder licht krijgen. Mm. De mens daar ook gewoon mentaal op reageert. Ja. Uh, dus als je dat ook in je gedachten houdt. En er zijn natuurlijk allerlei oplossingen om alsnog um, je vitamine D binnen te krijgen. Ja. Dus je hebt van die lampen. Ja. Ik heb dat nog nooit uitgeprobeerd, maar ik, ik weet wel mensen geprobeerd. die daar echt goed op gaan. Ja. Van die daglichtlampen ja. en volgens mij ook van die uh, lampen alsof je een soort van een zonnebank gaat. Maar ja, dan maar dan alleen voor warmtelampen. Je ja, warmtelampen inderdaad. Ja. 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 Vitamine D-supplementen. Uh, ja, en toch ook naar buiten blijven gaan. Vitamine C-supplementen. Ook al is het nu met, deze weer, met dit weer verschrikkelijk om naar buiten te gaan, mm -hmm. eigenlijk is het wel belangrijk voor je hele zijn ja, om wandelen. toch te wandelen ja. of toch eventjes uit te gaan. In, ja. Ook al is het echt verschrikkelijk weer, ik kan me voorstellen. Wij gaan ook niet gaan ja. naar buiten. Is het voor jezelf? ons niet een idee om als het zo zoals nu is, om gewoon een regenpak te kopen? Ja, het zou eigenlijk wel goed zijn, hè? Als we dan zo'n uh, misschien wil ik zo'n zo'n zo, wat ik wil. zo, zo een van Breaking Bad. Zo'n lange jas wil ik. Ja. En dan zo'n potloodventerjas. Waarom? Ja, die dan die dan. Een, 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 een regenjas. Trouwens, jij hebt al een regenjas. Ja, maar ik vind dat niet leuk, want die is te groot. Nee, ik wil niet. Dat is geen regenjas. Dat is gewoon een jas. Die, ja, maar die regent toch helemaal niet door? Dat, dat heb je helemaal ge... Nee, dat is wel waar. waar maar hebt dan moet jas. ik alleen een regenbroek eronder hebben. En wat voor schoenen doe je dan aan? Ik, ik ben echt tot duizenden keren ja, verregen. Ik wil dat eigenlijk regelaars. Ja, gaan wil in. We gaan dat laten in godsnaam. Ja, dat is waar. Maar jij wilt dus van die kaplaarzen, dat je Dat je in de. Plassen kan springen. Ja. Hele zijn, hoge. Je bent 30, hè? Je wordt 31. Hele hoge drie. rode laarzen. Rode? Rode. Ken je het verhaal van de rode laarzen? Nee? Ik ook niet. <laughs> <laughs> nee, stel ik dat zijn wel schoentjes schuntjes trouwens. Zo. Maar goed. Nee, ja. Ja, zeg het eens. Wat is jouw tip? Uh... <laughs> nou ja, kijk, wij gaan dus... Uh, ik heb dat nooit gedaan, omdat ik altijd hoorde dat het slecht voor je was. En waarschijnlijk zal het nog steeds slecht voor je zijn. En daar heb iedereen zijn eigen mening over. Maar sinds kort, sinds een paar jaar, gaan we ook wel... Sinds een paar jaar ook echt, sinds kort? Ja, sinds, kort, ja, sinds anderhalf jaar toch, of ja. zo, denk ik. Ja. Dat is niet zo heel lang. Dat is er geen paar? Nou, bijna paar, omdat het twee jaar dan is. Oké. Okay. God. <laughs> God. You make me <laughs> <it> so tired. <laughs> you're, you're tiring the fuck out of me. Schat. Wat? Niet met fax. Dus Hoezo nee. niet? waarom mag ik niet gewoon dingen zeggen die ik wil? Plafond? Nee. Ja, wat, wat is het met het nee, plafond? Ik geef even excuses naar boven toe. Oké. Okay. Het gescheld van jou. Ja, ik hou van schelden. Schelden is echt... Oh, ik vind het zo fijn om te schelden. Maar goed. Um, ja, ik merk ik ga, ga je nog laten... Zonder bank. Ja. Zonder bank, inderdaad. <laughs> Kijk, ik heb mijn zonnebank truitje ook al aan, want dit ziet eruit. Ga je dat, dat het is onder een zonnebank? Nou, weet je wat, wat wel, dus serieus ook helpt, is je vrolijk aankleden. Je ja. Ook ja, aankleden. ja, dat heb ik vandaag kleden. echt niet gedaan. Nou, ik moet zeggen, de laatste. Kijk, ik heb een, uh, een beetje een uh, habit. Hoe zeg je dat? Een gewoonte. Ik ben zo international. Oh, zo verschrikkelijk als je Engels oh, blijft praten. Ja. Ah, ik doe het ook wel eens. Uh, gewoonte. Ja, yeah, uh, je yeah. got a habit. got yeah. habit. Om uh, elke dag een nieuwe outfit aan te doen. En ik probeerde dat dus de afgelopen tijd niet te doen, Gewoon maar lukker. ik voelde me echt heel saai. Ja, maar je kan ik had o, je? hetzelfde aan. Weet je wat je ook kan doen? Goeie tip: de ene dag doe je dit aan, Doe de volgende dag dit aan, doe de andere dag weer dat eerste aan. Heb je elke keer iets nieuws? Zo doe ik het. Ja. Nieuw broekie. En de volgende dag weer. en dan... Ja, maar jij hebt gewoon een beetje... het geluk dat je lekker ruikt. Ik ben een vieze zweetert. Ja, jij stinkt wel echt helemaal ja. in de wind. Ja. Ik heb er nog nooit geroken. Ik snap echt niet dat je dat zegt, maar goed. Ja, ik heb een uh, hele goede uh, ontwikkelde reukorgaan. Maar wij gaan dus naar de, kan... <laughs> naar de zonnebank. Soms We zijn nog niet geweest. Ja, Het is eigenlijk echt schandalig, want het mag tegenwoordig sowieso niet meer. Maar nou, nou, ik vind dat wel dat mensen het zelf moeten weten. En... Nou, ik vind het, weet je, wat ik wel wat ik, wat ik lastig vind. Laat mensen lekker. De, ik vind het zo lastig dat mensen je gelijk ja slecht voor je dit dat denk ja als je inderdaad als een leren bank eronder gaat liggen en elke, elke dag erheen gaat en hem op de hoogste stand zet ja maar als je gewoon 10 minuutjes eronder gaat wat ik doe of 12 minuutjes eronder ga en dan ik op zijn laagste kort, stand ik ga, onder, nee, ik, ga la, ik ga niet zo lang uh -huh. omdat met mijn type. en ik voel me daarna tot op mijn bot opgewarmd en ik heb het idee dat ik het leven weer aan kan totdat ik de regen weer buiten zie ja, wat, maar het is wel heerlijk, want je voelt je eigenlijk opgewarmd alsof je in de magnetron hebt gelegen zelf. Ja, en ik en je het weet dus... hoe gezond de magnetron is natuurlijk. Ik, nou ja, daar zijn ook de meningen over verdeeld. Ja? Maar ja, er zijn ook mensen die dat niet als ongezond zien. Oh, oké. Okay. Ja, you're getting on thin ice daar. Allemaal thin ice, right now. Nee, maar goed. God, <laughs> van, dat is Engels, we gaan gewoon de Engels weten. De vetgezellig podcast. Ja, met, het is echt de, irritant. Sorry. De fat. Fat fun, podcast. Vet fun po podcast. Nee, maar uh, ik vind het wel lastig dat, uh, dat ik dan denk van ja, kijk, dat helpt dus wel. Ik zou het alleen, ik ga niet het aanraden. Want het was, het was een tip natuurlijk uiteindelijk, maar het is oh, wel iets wat wij doen. Ik ja. Ga het niet aanraden? Als jij, het, het is slecht voor je, maar wij doen het wel. Nou, wij doen het een aantal keer in de winter. Ja, wel weinig hoor. Uh, Eens om, in de zoveel weken. Uh, uh, ja. Om Vroeger even. was dat heel normaal trouwens, gewoon een kuurtje bij de zonnebank. Ja, ik heb het Ging ook wel vaak keer. aangeraden gekregen hoor. Ja. Vroeger ook. Ja, zeker. Heel goed voor je mental health. Ja. En uh, tegenwoordig is het dan uh, gevaarlijk en uh, dat soort dingen. Ja. Um, maar ja, goed. Als het wel... helpt ons heel erg. Ja, dat maar het is zeker. geen aanrader. <laughs> het is geen aanrader, maar we doen het wel. Het is geen tip. Het is geen tip, maar okay. het is wel een tip. Ja, en daarnaast wat helpt is uh, om in touch te blijven met je mentale gezondheid. Ja, dat ook inderdaad. Dus eigenlijk ook erover te blijven praten. Dus kijk, als je natuurlijk niet lekker in je vel zit, dan wil je ook niet graag erover praten. Maar daar hebben we natuurlijk een spel voor ontwikkeld. Ja. Dus we pluggen hem eventjes. Ja. Want dit is ook mede de sponsor van deze pot. Dat is helemaal niet waar. Nee. Maar goed, uh, je kan Hoe kan hem wel je jezelf aanspannen. sponsoren eigenlijk? Kan dat? Ja, het is dus deze week trouwens wel Black Friday Week. We, kunnen we niet gewoon een leuk uh, kortingetje er tegenaan knallen? Ja, kun je dat niet op bol.com doen? Ja, bol.com is die al in de aanbieding. Dus oh, als leuk. je hem wil kopen op bol.com, we gaan hem proberen ook zo snel mogelijk alles te versturen. Bam, 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 bam. Dus dat. Ja, leuk. Voor onder de boom, hè? Ja, maar dit is echt rare tips die we aan het geven zijn. Wat zijn de eigen tips? Tips zijn wandelen, sowieso. Dat vinden wij sowieso altijd een tip. Mm -hmm. Blijf in beweging, want ik heb het idee. En dat heb ik zelf ook vaker over ronden vonden. Je wilt het liefst gewoon op de bank blijven liggen, niks doen, want het is gewoon kut weer buiten. Maar ja. dat, is gewoon niet, dat werkt gewoon niet zo goed. En vertel tegen jezelf. Kijk, soms is het al heel fijn om te weten waar iets vandaan komt ja. en weet gewoon dat dit er echt voor kan uh, zorgen dat je je even Rotter, rot voelt. Ja. Daarnaast affirmaties het klinkt echt belachelijk, maar dat is wel. Het werkt wel tegen jezelf positief praten en te zeggen van dat je er mag zijn en dat het goed met je gaat, dat je je goed voelt. Kan echt werken, want de woorden die je tegen jezelf zegt, dat uh, neem, je, neem je diep in jezelf ook echt aan. En als het alleen maar negatief is, dan ga je, je ook negatief voelen. Maar als je je op probeert, en dat is echt niet makkelijk, ik heb het uh, toen het ook niet goed met me ging ook veel moeten doen. Ik doe het nu ook nog steeds tegen mezelf. Um, dat kan wel. Het klein beetje voor jezelf draaien. Het zal geen wondermiddel zijn, want dat is uiteindelijk niks is een wondermiddel. Het enige is gewoon doorleven. Dat is het wondermiddel. Nou ja, kijk, uh, ik denk: een wondermiddel alle beetje's helpen. Ja, dat is waar. En dat is met positieve dingen tegen jezelf ja. zeggen. In het begin denk je misschien onzinnig. Sta voelt ik hier naar mezelf te praten? van... Je bent het waard. Ja. Ga ervoor. Jij ja, kan het. Uh, maar, je gaat vandaag. Maar ja, en, oh, ik heb trouwens nog iets, want ik dat bedenk ik nu net. Probeer ook kleine dingen voor jezelf als. Uh, uh, probeer de lat voor jezelf niet te ver te leggen. Dus als je denkt: van ik voel me echt naar vandaag. Zeg dan tegen jezelf: Nou, ik ga in ieder geval vandaag mijn bed opmaken. Mm -hmm. Dan heb ik dat gedaan en dan kan je daar al blij mee zijn, want dan als volgende, keer, als je weer je bed in gaat, dan heb je in ieder geval je bed opgemaakt. Ja. Uh, stel bepaalde doelen voor jezelf als je dus dat voelt van hoe ga ik, uh, hoe ga ik het toch leuker voor mezelf maken? Dus als je bijvoorbeeld van je hobby houdt, ga proberen dat iets meer op te pakken in de winter. Als de hobby is uh, langs het strand liggen, wordt het wel een beetje lastiger, maar ja, zonne. probeer te kijken hoe je dat dan in de winter kan omdraaien. Ja, was... weet, ik weet hem wel. <laughs> ik weet hem ook. Maar, daar, maar daar is, dat is geen tip. Nogmaals. Zo... Geen tip. Dat we hier zo'n lol om hebben. Maar, um, en we mogen we daar geen lol om hebben? Ja, nee, dat, uh, dat, dat mag ook. Uh, maar ik wil dan nog even terugkomen met die po positieve affirmaties. Mm -hmm. uh, dat het heel uh, zullig in het begin voelt. Dat maar vet, dat maar, maar op een gegeven moment uh, gaat je hoofd het automatisch doen. Ja. Dat werkt echt zo. Dan, dan, dan denk je veel positiever over jezelf. Ja, ja het heeft wel even... Ja, jij kan dat best wel goed. Jij doet goede, goede affirmaties tegen jezelf uitspreken, onbewust al volgens mij. Mm. Op sommige vlakken. Ja, ik heb een, een beetje grootheidswazen in soms, dus ja. dat wer wer werkt wel mee. Dat werkt zeker mee. <laughs> um, hebben we nog een tip? Is er nog iets? Ja, um, uh, nou ja goed blijven eten natuurlijk. Dat is ook zo, zo belangrijk. Mm -hmm. um, en... Wat ik dus ook wel in het verleden heb gedaan, is gekeken van... oké, okay, heb ik nog dingen waar ik naar uit kan kijken? Ja. Ja, en ik dat vind dat niet... altijd wel lastiger, want ik vind het ergens ook alweer uh, sneu. Ik had vaak... Sneu? Ja, soms had ik even niks om naar uit te kijken en dan voelde dat een beetje zwaar. En maar uitkijken kan ook naar gewoon dat je volgende week met... Je hond in het park gaat wandelen omdat je dat geweldig vindt. Ja, en de in de stromende regen en de wind bedoel je. Ja, maar ja, oké, okay, maar dan kan je <tossimus> alles wel mee. Maar je kan het toch pro beter proberen om het iets positiever naar je voor jezelf te draaien. Je hoeft niet toxisch positief te zijn. Maar, je, iwel. Oh, iwel. <laughs> maar je, kan wel, je kan wel proberen om de dingen die je nu toch al negatief bekijkt, om iets positiefs te in te zien. Ja. ja. Vooral belangrijk om uh, erover te blijven praten. Ik denk dat dat vooral het belangrijkste is. Dus dat ja. spel kan heel goed werken daarmee. Dat ook. Maar als je, <laughs> ook als je trouwens niemand hebt om mee te praten daarover, ja. kan je het voor jezelf opschrijven. Dat vind ik wel lastig, want hoe zou je, als je dus inderdaad in je uppie zit, je hebt haast niemand en je mm -hmm. zit in zo'n winterdepressie, wat, wat zou je dan? ja online toch wel denk ja, ik ja dan ga je ik toch ik zou wel... altijd online contact gaan zoeken je gaat connectie zoeken mm -hmm. precies de connectie zoeken is misschien ook wel een goede daarin toch ja. toch ergens voor jezelf uit te breken om om, om ergens contact aan te gaan wellicht op, op YouTube of nou uh, ja, je hebt Flora heel veel of, uh, accounts ook op Instagram ja. voor mentale gezondheid zeker worden soms ook oproepjes geplaatst voor uh, mensen die uh, elkaar uh, zoeken maar je dat eigenlijk op even prikkelen. nee oh. Misschien handig om een keer te doen. Ja, ja, zeker. Mensen te connecten aan elkaar. Ja, en al is het maar voor online of via WhatsApp of via Instagram Messenger. Gewoon wat berichtjes uit te kunnen wisselen met iemand die, die ja, uit elkaar een beetje kunt ondersteunen. Ja. Zoek ook mensen op en praat erover, vooral, denk ik. Ja. ja. En niet. In, en ik denk dat wat we waar we allemaal wel over eens kunnen zijn, is door in je bed te blijven liggen en alleen maar in je eigen misère te blijven hangen. Dat is nooit een oplossing. En dat mag echt wel een paar dagen, weet je wel. Maar op een gegeven moment moet je jezelf wel eruit trappen en zeggen van joh, nu ga ik gewoon wat aan doen. Mm -hmm. Want dit werkt niet. Uiteindelijk nee, kan je alleen je, maar dingen ja. veranderen door, mm -hmm. je, door je gedragingen te veranderen. Ja, als je merkt dat dat niet werkt bij jou, in bed te blijven liggen, doe het jezelf dan ook gewoon niet aan. Want ik kan het wordt alleen wel, erger dan. Ik kan dat wel stellen. Dat dat voor niemand werkt, hoor. Ja, ik weet dat niet zo uh, stellig. Want soms nee, in bed blijven liggen niks doen dat gaat nooit helpen nou misschien voor drie dagen even of zo ja oké okay, even dat zeg je nog Dat ja, gaat niet op de lange termijn helpen liggen. nee dat is waar uiteindelijk zou je toch echt ik het kreeg toevallig vandaag een bericht van iemand die weer veel aan de wat nu serie had omdat mm -hmm. ze ook het idee had van ja ik wil eigenlijk blijven liggen want de relatie was uitgegaan maar doordat ik dat ze bij mij heeft gezien dat het zo goed heeft gewerkt en dat soort dingen dat ze juist de motivatie van heb mm -hmm. ik dacht ook lekker in bed blijven liggen niks doen of op de bank niks doen dat, gaat me, dat, 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 dat wil ik nu. En dat kan je echt een paar dagen doen. Maar op de lange termijn, als je er echt mee aan de slag wil, dan zou je toch echt uit het bed moeten stappen. Nou, dat zeker. Ja, nu het zegt eigenlijk. Ik heb ook periodes gehad dat ik uh, alleen maar in bed lag. Maar daar werd ook nooit wat beter van, inderdaad. Maar dat is, dus, kijk, het is niet erg, hè? Maar als je er iets aan wil doen. Kijk, op, soms heb je momenten dat je, dat je op dat moment is zoals het is. En uh, dan moet je erbij neerleggen. Maar. Op een gegeven moment is er wel een, een stap te zetten van joh, ik blijf nu liggen, wil ik dit voor de rest van mijn leven? Wees eerlijk tegen jezelf. Ja, eigenlijk niet. Ik denk dat de meeste mensen niet willen blijven liggen en in de in de shit willen blijven zitten voor mm -hmm. zichzelf. Dan is het altijd belangrijk om een stap te zetten en dan niet grote stappen, want je hoeft echt niet gelijk uh, uh, te denken van oké, okay, nu ben ik positief en nu ga ik gewoon dit doen en dit dat werkt ook average. Ik Ga gewoon naar Topping. line dancing les nemen. Precies. Zijn er misschien leuke hobby's buiten de deur die je dan kunt gaan? Ja, ik heb daar eigenlijk nooit echt naar gekeken, want mijn hobby die bestaat uit uh, alles, uh, de op computer. De computer. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat, dat dat activiteiten ondernemen ook echt wel werkt. Wij zeggen mm -hmm. het in de vorm van wandelen, maar je zou natuurlijk ook stel uh, gewoon een leuke dag kunnen organiseren en kan ook gewoon thuis dat je iets nieuws gaat doen. Mm -hmm. Iets wat je nog nooit gedaan hebt, jezelf even een beetje uit een. De, de, de roulatie halen die je normaal altijd ja. hebt. Gewoon dat je bijvoorbeeld. ga een keer een pot of uh, klei uh, kopen en ga eens een keer met klei iets kleien. Wat leuk hè? Ik wil ook een keer naar zo'n pottenbakcursus. Ja, ik dacht ook, het leek me ook wel eens leuk. Zo'n zo gewoon... taartenbak ook. Oh, ja, zo gewoon, gewoon allemaal. Ik, ik moet eens dus een keer. Huh? Bonbons maken. Bonbons maken. Maar dat, kijk, en dat heeft met je portemonnee te maken, wat je natuurlijk kan doen. Maar je kan in principe bij de Action ook iets kopen om, om een nieuwe hobby te beginnen. ga eens kijken naar iets nieuws om, ja. om jezelf als je je gedachten bij iets nieuws kan zetten, dan kan uh, vaak uh, negatieve gedachten minder hebben minder ruimte omdat je iets nieuws moet leren, dus daar kan je je volle focus dan op zetten. Wow. Ja. Ja, of lekker boeken lezen. Of lekker boeken lezen. Ja, ik dacht dus dat ik niet echt een lezer was, totdat ik van die uh, zelfhulp en wat meer informatieve boeken ging lezen. Ja. Dacht ik, dit vind ik veel leuker. Ja. Ja, ja ik ook inderdaad. Ja. Maar vooral is het denk ik wel belangrijk om, uh, om. voor jezelf te erkennen dat het er is en dat het er mag zijn. maar dat je op een gegeven moment wel jezelf positief motiveert. om er iets aan te veranderen. Ja, dat zijn de mooie. Snackje van de week. Nou, Ik heb iets wat we kunnen gaan proberen, nu zelfs. Oh. Dus voor het eerst in de podcast gaan we gewoon eens een keer iets. Uh, gaan we twee dingen testen die vernieuwd vorige misafronie? week uh, zijn geweest. Ja, maakt niet uit, dan skippen ze maar lekker. Skip even, want. Uh... Speculaas koek met melkchocolade en speculaas sprit. Oh my god, die melkchocolade. Zullen we die eerst proberen? Ja. ja ik dit... vind spritsen sowieso geweldig, hoor. Voor mensen die uh, dit vorige week al in de vet benieuwd hebben gezien, die hebben dit dus al gezien. <laughs> <laughs> kan je skippen? Oh, wacht, waarschijnlijk is dit. Uh... Ga je dit toevoegen? Ja. Oh. Handig, hè? Heb ik twee vriezen in één klap. Kijk. Speculaas. Heerlijk. Een beetje kaas, stukje chocola vergeleken met de verpakking. Dat wel, uh, ruikt een beetje gekker. Een beetje amandelspijs oh. of zo. Heel erg amandelspijs dat Hierin? Nou, het ziet niet staan per se. Zullen we het proberen meid? het. Er zit een amandelspijs, aroma in of zo. Een beetje gaarkoekie. Ja, ik vind het ook niet zo. Waarom, waarom, lijkt, dit heel, waarom lijkt dit heel erg op amandelspijs? Ja, het is zo'n staaf als je eraan ruikt. Ja. Een um, beetje chemisch. Ja. Chocola niet heel erg aanwezig. Het is een beetje tegenvallig. Maar die cho chocola is in geen verre te bekennen. Alleen de, de textuur. Ja. Geen geslaagd koekje. Ik zou het anderhalf donut geven. Heel saai. Ja, Jij? Twee. Twee. Dan gaan we gelijk door met sprits. Kijken of er hier nog een snackje van de week uit kan komen. En anders uh, was dit even een nieuw segmentje toch? Een spritsie. Nou, ik doe alsof ik deze geweldig vind dan. <laughs> doe maar alsof je deze geweldig vindt. Okay. Ik laat het gewoon allemaal in zitten. Ja, dat is goed. Gingerbreadachtig. Beter. Wel beter. Beetje gingerbread. Nou, ik vind deze wel lekker. Ja, maar niet geweldig, toch? Maar ik schreeuw het niet van de daken. Ja. Doe maar maar gewoon een sprits. Je, ja, want sprits vind ik eigenlijk nog wat zachter. Ik hou echt van die roomboter koekenachtige smaak. Zou je zeggen, hier zit geen roomboter in, want het is allemaal plantaardige Olie. olieën. Ja. Nou, ik al gedacht, want het ziet eruit. Ze uit hebben als boterolie een, uh, erin gegooid. Motorolie? Ja, boterolie. Van een motor. Boter. Wat is boterolie? Dat ja, weet ik veel. Kan ik dat nou weten? Boterolie. Er staat er boterolie. En er staat er melk achter. Ik heb dat al nooit gehoord. Is dat dan gewoon. Boterolie. Smolten boter. Denk het. <laughs> mm. Deze zou ik wel eerder eten als die op tafel zou liggen. Maar het is niet. Um, ik vind er een gaar um, droog smaakje aan zitten. Zit er uh, suiker in wel? Ja, er zit wel suiker in. Suikerstroop. Geen, uh, nee. Suikerstroop. Suikerstroop, ja. Dat is gewoon suiker. Ja, maar je weet, je weet niet wat dus. S en gewoon normaal suiker ook. Ah. Suikerstroop en suiker. Nee, ik uh, zou deze twee... Tweeënhalf uh, zou ik zeggen. Je weggeven. Ik vind niet te kanen. Het allebei niet zo geweldig. Nee, die sprits is nog wel oké. Okay. Maar die andere vind ik echt een aanvaller. Ja, die andere is echt een Je moet niet iets met chocola gaan marketen en dan vervolgens niet de chocoladesmaak aan uh, geven. Nou. Dus deze week geen snackjes van de week. Ik hoop dat je nu misovernie niet is opgespeeld. Nee, en anders moet je jouw microfoon maar even uitzetten. Hoezo? Jij. <lacht> ja, <lacht> <fucking> <lacht> je, je bent zelf echt de, de gro grote ransnek qua eten die ik ken. Dus normaal. Ik hoor je altijd soppassen, gek. Dus normaal gek. Dat ja, vind ik leuk om te zeggen. Ja, heel erg uh, let ik let heel erg op als ik in jouw video's eet. Is dat zo? Ja, je ja. mond altijd de hand voor de mond. Nee, dat is uh, puur omdat uh, me dat aangepest is. <laughs> ja, aangepest. Ja, jammer. Ga je deze week nog wat leuks doen? Mm, ja, ik denk dus dat ik een regenpak ga kopen. Gaan we dat echt doen? Gaan leuk. we regen lopen? Ja, waarom niet eigenlijk? Maar gaan we dan wel echt lopen? Nou, ik vind het dus wel wat hebben als we samen door de regen gaan. Maar dat, dan moet het wel echt hard regenen. Maar dan moet ik er ook nog wat aan hebben, weet je. Nog een sensatie ofzo. Uh, zie ik nu alweer. Dan zitten we vandaag op de bank en zeggen ze... Ja, het regent regen hard niet genoeg. hard genoeg. En jij? Hoe oh. ben jij van plan? Nou, meid. Apart van mij. Vertel het eens. Apart van jou? Hè? We gaan het samen denk ik doen, hoor. Wat? Samen, samen? Ga eens wat alleen verzinnen, zinnen. Kom op. Ook nog op eigen benen durven te staan. Ik moet heel veel editen. Oh, dus okay, ja, dat is wel echt iets wat je alleen doet. Leuk, hè? Ja, vind ik zo verschrikkelijk saai. Ja, is ook een beetje saai soms. Maar nee, het editen weet ik niet. Het uitzoeken vond ik saai. Uitzoeken is ook saai. Het editen is niet zo saai. Ik kan niet editen. Je kan niet editen. Jammer van die koekjes. Ja, nou ja. echt, het is je geld niet waard, jongens. Nee, niet doen. Maar Laat ik, ze liggen. Ja, sowieso. Uh, wat is eigenlijk trouwens Nobo Sprits? ik vind wat nobo sprits is wat is dat nobo sprits weet ik niet nobo nobo vind wel leuk woord nobo nobo ja Get nobody a no or a nobody a go -go? nobody sprits oh ja ik ga deze week ook de uh, overprikkeld club uh, trui bestellen als het goed is en uh, gaan we een club meeting houden zo nou, daar hebben we wel een leuk idee voor nou maar dat later dat over een tijdje. op de volgende.